eerst beginnen met een warming-up. Ja, een makkelijke basic warming-up, waar eigenlijk ben je niet in staat om echt heel intensieve training te doen. Dan beginnen we eerst gewoon met de running, staande running beweging. Ja. Heel goed. Ben je slecht ter been, kan je dit ook gewoon doen. Je kan ergens steunen bij een tafel of een stoel. En dan kan je deze beweging makkelijker. Kan je dit iets intensiever doen, deze warming-up, dan kan je ongeveer minimaal 30 seconden doen naar 1 minuut. En dan ga je gewoon iets sneller de jump in doen. Here we go. Denk eraan hierbij om de buikspieren goed gespannen te houden en blijf properly ademhalen. Neus in en mond uit. Is voor je bovenrugspier, ja, dat noemen we dus de staande rowing, noemen we dat, de staande roeien, gaan we dat doen voor je latissimus dorsi, dus dat is je flanken. Ja, we gaan beneden, we gaan het verdelen in links en rechts. We beginnen nu met de rechterkant. Ja, suggest even in positie gaan staan, dus de linkervoeten naar voren, ja, en de rechter naar achter toe. Je leeuwbek een klein beetje naar voren, zorg dus dat je rug met een holle rug, ja, daar staat. En dan ga je dus een poelje met een zaagbeweging maken. En zorg dus dat ik alle kracht vanuit je bovenrugspieren komt. Ja, vanuit de flanken. Ja, zorg dus dat de schouders niet omhoog gaan trekken. Houd de schouders laag. En je maakt wel de draaibeweging naar voren toe en naar achter toe. En dan span je goed de bovenrug. Ja. Zorg niet dat je alle kracht vanuit je bicep haalt, ja, maar dat je het vanuit de rugspier. Anders neemt de bicep alles over. Dan moet je dat voorkomen. Okay. Dus dit kan je ook ongeveer 3 keer 10 mee beginnen. En als het nodig is, kan je meerdere herhalingen ermee doen. Dit is dus de staande roei. Met dit staande roeien kan je bijvoorbeeld een flesje gebruiken. Je kan naar keuze ook de gewicht gebruiken. Heb je een paar gewichtjes thuis, mag je ook wel gebruiken. Ja, je kan een flesje hebben als je geen gewicht hebt. Je mag een grotere fles hebben. Het maakt niet uit van welke merk het is of welke type. Wij gebruiken toevallig deze nu. Maar dan ga je weer staan in dezelfde houding. En yes, ja, sta je. Ja, de uitvoering blijft in feite hetzelfde, alleen heb je iets meer weerstand. Ja, en dan ga je weer de zaagbeweging doen. En zoals de eerste keer, zorg dat de spanning in de rugspier blijft, want anders neemt de bicep alles over. En dit kan je doen. Ja, je kan beginnen met 3 keer 10. Ja, en als je dus meer kan, kan je dat altijd even bijvoegen. Ja, dit is de intermediate standing row. Voor de fanatiekelingen, ja, dan gaan we iets meer intensiteit bijzetten. Ja, dan kan je 2 flessen gebruiken. Je kan 2 gewichtjes gebruiken als je dat thuis hebt. Mag je 2 gewichten gebruiken of iets zwaardere flessen die je goed kan aan. Ja, dan ga je doen. Dan ga je weer in dezelfde houding staan. Ja, alignment. Klein beetje naar voren hangen, maar zorg dat je geen bolle rug hebt, maar een holle rug hebt. Ja, dan kan je met die 2 flesjes, dan ga je dus die poolbeweging doen. En zorg dus in dat je dus alle beide rugspieren goed aanspant. Heel belangrijk is dat je de schouders niet omhoog trekt. Houd de schouders laag. Ja, en zorg dus dat je de muscle-mind connection hebt, dat je de connection hebt met de bovenrugspieren. Doe je dat niet, neemt je bicep alles over. Ja, je moet dat. Dus dan moet je je goed voelen. Voel je dat je alleen maar de bicep voelt, is doordat je niet goed de connectie hebt met de bovenrugspieren. Deze kan je ook beginnen. 3 setjes van 10 herhalingen. Ja, en als je meer kan, kan je dat altijd bijvoegen. Ja, dit is dus de standing roeien. Voor de schouderspieren hebben we ook een hele fijne oefening voor jullie. En dit is dus de shoulders press. De shoulder press,
Ja, dan ga je eigenlijk de armen ongeveer tot de schouderhoogte zetten. Ja, zorg dus altijd dus dat er goed alignment is. Ja, vanaf de oren. En dan ga je dus alle spanning vanuit de schouderbreedte en dan breng je dus de armen naar elkaar toe. Naar elkaar toe en dan weer terug in diezelfde lijn. Weer terug tot bij je oorhoogte ongeveer. Ja. Zorg hier ook bij dat je de goede spanning vanuit je schouderspieren hebt. Ja. En probeer echt met spanning heen, resistance naar boven. En weer resistance, spanning weer terug tot de hoogte van je oren. Dit kan je beginnen, nogmaals, met de 3x10. Ja. Maar als je nog meer kracht en energie hebt voor meer herhalingen, mag je natuurlijk meer herhalingen doen. En dit is gewoon de basis. Ja. En dit is dus de shoulder press. Ja. Heb jij dus moeilijkheden met rug en je hebt een steuning nodig, je kan altijd met een stoel, met een steuning achter je rug doen. Zo niet, zorg wel altijd dat de buikspieren goed gespannen zijn. En dat je niet ingezakt gaat zitten, maar rechtop. Ja? Dankjewel. Intermittent, ja, dan kan je dat ook doen met een, of als je gewichtjes thuis hebt, een paar gewichtjes, 30 kilo of 10 kilo, kan je ook gewoon flesjes gebruiken. En het maakt niet uit van welke brand het is. Okay? Hierbij, dan gebruik je het. Dus de flesjes en de uitvoering blijft dus hetzelfde. Ja, ellebogen 90 graden. Ja, hierbij vanuit je oren. Dan breng je het naar elkaar toe weer. Ja, en zorg dus dat de spanning vanuit de schouder komt. Buikspieren, gespanning. Ja, heb je steun nodig voor de onderrug. Altijd met een stoel zitten, met een leuning. Zo niet buikspieren goed gespannen houden. Ja, en dit kan je ook ongeveer 3x10 doen. Naarmate het hangt eraf van het gewicht die je dan gebruikt, of je kan meerdere doen. Je kan hier een variatie doen om het dus de schouders, elleboog meer naar voren toe en van deze stand naar boven en terug. Ja. Of je kan het de variatie doen van de open kant. Ja. Perfect. En dit. Dus kan je kijken op wat voor gewicht je kan gebruiken. Dan kijken van hoeveel herhalingen je kan gebruiken hiervoor. Ja. Dit is de intermittent, maar hangt eraf hoe zwaar je het pak, kan je ook echt als advanced gebruiken. Ja. De shoulder press. Just remember what your old past said, or you got a